to video. Vandaag ga ik natuurlijk weer eens iets anders doen. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe je de koelpasta van je grafische kaart moet vernieuwen. Oké, om te beginnen. Wat heb je nodig? Nou, je hebt natuurlijk nodig je grafische kaart. Dit lijkt me logisch, want zonder de grafische kaart kun je ook de koelpasta niet vervangen. Je hebt een schroevendraaier nodig. Ik heb hier twee verschillende liggen. Gewoon voor de verschillende schroefjes. En je hebt nieuwe koelpasta nodig. Ik heb gekocht Arctic Silver 5. Gewoon omdat dit op het internet staat dat dit best een goede koelpasta is. Maar in principe kun je elke koelpasta wel gebruiken. Alleen de een zal net even wat beter presteren dan de ander. En ik zal in de beschrijving even een link zetten naar deze exacte koelpasta. Nou kijk, hier ligt natuurlijk je grafische kaart. En het enige wat je eigenlijk van die grafische kaart ziet is de koeler. Dit hele gebeuren met één of twee vinnetjes op de zijkant en al deze metalen vinnetjes, dat is de koeler. En die moeten we er vanaf gaan halen. Ja, mijn kaart, ik heb een GeForce EVGA GeForce GTX 77 ACX Superclocked. Heel leuk die naam, maar goed, ik heb dus die een 77 van EVGA en volgens mij is ongeveer elke 77 van EVGA wel ongeveer hetzelfde. En hetgene wat ik dus als eerste moet gaan doen, is deze backplate ervan af gaan halen. Oké, voor die zwarte backplate ga ik een Philips 0 bitje gebruiken. Dit is een vrij klein bitje, want het zijn ook vrij kleine schroefjes. De schroefjes waar het om gaat, zitten hier, 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 hier en hier. Het zijn eigenlijk alle kleine zwarte schroefjes die in zo'n zilver omhulseltje zitten. Hier zit nou nog zo'n zwart schroefje, maar die hoeft niet los. Oké, de backplate heb ik er nu dus vanaf. En nu kom je hier bij de grafische kaart zelf. Wat je nu moet gaan doen is zijn deze schroeven. Ik zal even verder inzoomen zodat jullie het wat beter kunnen zien. Hier zie je weer vier schroeven. Dit zijn de schroeven die de koeler goed stevig vasthouden. Deze schroeven, ja, die houden die complete koeler eigenlijk goed tegen de grafische kaart aangedrukt. Dus die wil je om te zorgen dat hij niet de koeler schuin gaat trekken, wat slecht kan zijn voor je grafische kaart, wil je die in een kruispatroon losschroeven. Het maakt bij deze kaart niet zo heel veel uit. Misschien is het puur mijn kaart, maar bij mij zit de koeler niet heel stevig vast. Je kunt hem een beetje bewegen, maar als je een kaart hebt waar deze schroefjes echt onder veel spanning staan, wil je zeker doen, zoals ik het aantoonde, dat je bijvoorbeeld daar begint, dan die doet, dan die doet, dan die doet. Je kunt hem altijd een kwart slag of een halve slag of drie kwart slag draaien, zolang je het maar in een kruispatroon blijft doen. Oké, de koeler is nu los, zoals je ziet. Ik kan hem ervan afhalen. Nu moet je niet die koeler er gewoon heel leuk van aftrekken. Want er zit namelijk nog hier een draadje voor de ventilatoren. Die moet je er vanaf halen, want anders trek je dat kabeltje kapot en dan doe je ventilatoren het niet meer. Oké, nu we bij dit punt zijn aangekomen, bedenk ik me dat je eigenlijk nog drie dingen nodig hebt. Je hebt een doekje nodig, het liefst eentje zonder echte fibers. Omdat die fibers, als die tussen je in je koelpasta zitten, dan komt daar een heel klein luchtdeeltje. En lucht geleidt minder goed warmte dan deze koelpasta. Wat je verder nog nodig hebt, is toiletpapier. Of keukenpapier, of wat voor papier dan ook, maar het moet wel wat zachter zijn. En schoonmaakalcohol. Ik heb van de Kruidvat alcohol ketanatus, 96% pure alcohol. Je wilt eigenlijk zo puur mogelijk gaan. 75 rond die cirkel, daar zijn veel alcoholen ook in verkrijgbaar. Kan ook nog, maar het liefst zo puur mogelijk. Dit gaan we gebruiken om de koelpasta, de oude koelpasta, van de chip en de koeler af te halen. En daar heb je gewoon alcohol voor nodig. Ik ga nu beginnen met de grafische kaart schoonmaken.
Zoals jullie zien, hier rechtstreeks in het midden. Dit grijze vlakje hier in het midden, dit kleine vierkantje, dat is de GPU zelf. Om te beginnen pak je gewoon even twee velletjes toiletpapier, dat vouw je op. En je maakt als eerste die chip een beetje schoon. Je hoeft niet telkens dat je er overheen bent gegaan een nieuw stukje papier te maken. Vouw het gewoon op om telkens weer een beetje mee te nemen. Oké, nu je met het papier het meeste van de koelpasta ervan af hebt gehaald, ga je naar je doekje en je alcohol. Je hoeft niet al te veel alcohol te gebruiken, gewoon een klein beetje op het doekje doen is genoeg. Ik doe nu al vrij veel erop. En met die alcohol wil je de rest van die koelpasta ervan afhalen. Let ook op dat je goed ook in de randen naast de chip. Je wilt vooral die chip hebben, maar maak ook de randen ernaast schoon. Dus overal waar het groen is en waar een beetje van die koelpasta zit, haal dat ook gewoon even weg. De koelpasta die ik heb gekocht is niet glijdend. Dus dan maakt het ook minder uit als het naast de chip valt. Maar als je glijdende koelpasta hebt, bijvoorbeeld een koperpasta, wil je dat het echt alleen maar op je chip zit. Want hier naast de chip zie je allemaal zilveren puntjes. Dat zijn gewoon contactjes. En als twee van die contactjes in aanraking komen, in geleiding met elkaar komen, ja, dan gaat het niet helemaal goed met je grafische kaart. Dan krijg je gewoon kortsluiting. Nou, schoon dat de chip nu is, ga ik hem niet krijgen. Zoals je ziet, hij glimt nu heel erg. Misschien kan ik dat wat beter te zien krijgen. Nee, dat lukt niet. Maar die chip die glimt heel erg, dat wil je. Hij is nu mooi schoon. Terwijl je hier bent, kun je ook meteen je grafische kaart even stofvrij maken. Ik adviseer een spuitbus lucht om al het stof uit de smalle kiertjes te verwijderen. Ja, mijn spuitbus is eigenlijk helemaal leeg. Maar ja, zo kun je dus je grafische kaart verder schoonmaken. En dan gaan we nu naar de koeler toe. Hier is het eigenlijk eenzelfde procedure. Zoals je ziet, hier is de koeler. Ik zal het toch maar weer even uitzoomen. Hier zie je al deze vinnetjes. Hier gaat lucht doorheen. En deze vinnetjes zijn er zodat het oppervlakte veel groter is. Deze grote zilverkleurige buizen als het ware, die zijn hol. Daar gaat de lucht doorheen. En die lucht wordt dus verplaatst naar deze vinnetjes toe. En wanneer hier dus koude lucht doorheen gaat, door de ventilatoren, koelt de warme lucht in die buisjes die gecreëerd wordt door de grafische kaart, door de chip, koelt dan af, waardoor je chip ook koel blijft. Ook hier zie je weer, het glimt behoorlijk, behalve waar die oude koelpasta zat. Dus je begint gewoon weer eventjes met het toiletpapier om die eerste grote hoeveelheid viezigheid ervan af te halen. Nou, ik ben al best ver met die eerste keer papier, maar ik ga nu toch weer even naar het doekje en de alcohol om hem helemaal mooi schoon te krijgen. Nou, ik heb deze koeler nu ook schoongemaakt, dus we pakken nu de grafische kaart weer. En die pakken we dit keer voor eigenlijk even de laatste stappen alweer, voor de koelpasta. Je haalt het dopje van de koelpasta af en ik adviseer jullie één ding. Less is better. Te weinig is ook weer niet goed, maar je doet al heel gauw te veel. Zeker op zo'n kleine chip als een GPU. Dus een klein stippeltje in het midden is al genoeg. Ik heb er nu eigenlijk al veel te veel op gedaan. Dat ging een beetje per ongeluk, is namelijk een compleet nieuwe verpakking koelpasta. Maar ik heb er eigenlijk nu al heel veel op gedaan. Ik zal even kijken of ik voor jullie een close-up daarvan kan krijgen. En zoals ik al zei, dit is dus eigenlijk gewoon veel te veel. Deze koelpasta bedekt nu eigenlijk al het grootste gedeelte van deze chip. Ik ga er toch niet van afhalen, omdat wanneer ik het met bijvoorbeeld papier probeer van af te halen, is er een kans dat er schilfertjes in komen. Dus ik ga dit gewoon nu zo gebruiken.
En nu ben je echt weer in het laatste stadium aangekomen. En dat is de kaart weer helemaal in elkaar zetten. Ik heb de koeler ook van binnen een beetje schoner gemaakt. En je gaat nu dus gewoon alle stappen achterstevoren doen. Je begint met het kabeltje van de fans weer terug in te pluggen. En dan leg je de koeler op tafel neer. En ik bedenk nu dat jullie daar helemaal niks van kunnen zien. Dus ik schuif alles een beetje op. Maar dat kabeltje heb ik weer ingeplucht. De koeler ligt op mijn tafel. En nu leg je de kaart weer op je koeler. Probeer hem alvast zo goed mogelijk te richten. Zodat je de beste contactpunt met de koelpasta hebt. Zo, nu zit de kaart weer helemaal in elkaar. En je hoeft nu niet hierop te gaan drukken ofzo. Alles wat je nu nog moet doen is de kaart weer vastzetten. En zoals ik al eerder zei met het uit elkaar halen. Dit moet je doen in een kruispatroon. Dus ik ga eerst deze schroef doen. Dan die, dan die, dan die. En zoals ik ook al eerder zei in het begin van deze video. Mijn schroeven staan niet onder zo heel veel spanning. De veertjes die hieronder zitten zijn niet zo heel sterk. Dus met mij maakt het iets minder uit. Maar mochten je schroeven wel onder heel veel spanning zijn, zet dan ook niet eerst die schroef helemaal vast. Ga dan daar, dan naar die, dan naar die, dan naar die. Nee, schroef ze gewoon een beetje bij beetje vast. Dus dat ga ik alsnog ook een beetje doen. Ik zet ze er gewoon allemaal eerst heel lichtjes in. En dan ga ik ze nu verder aandraaien in een kruispatroon. Zoals ik zei, mijn veertjes zitten niet heel strak. Dus ik draai ze gewoon helemaal door. Zodat de veertjes eigenlijk als ringetje, als opvulmateriaal voegen. Om zo eigenlijk de grafische kaart hopelijk steviger vast te hebben. Op dit moment zit de koeler dus gewoon weer helemaal vast aan de kaart. En is het weer tijd om de backplate weer terug te stoppen. Nou, dit doe je ook gewoon weer exact zoals hij er vanaf kwam. Sommige schroefjes gaan bij mij wat zwaarder, dus dat kan bij jou ook het geval zijn. En de regel is eigenlijk bij computerapparatuur gewoon niet te strak. Het moet wel vastzitten, maar het moet niet te strak zitten. Als je het namelijk te strak doet, heb je een heel grote kans dat je het kapot maakt. De draden op de boutjes en moertjes zijn gewoon niet zo heel groot en die draaien dus heel makkelijk kapot. Oké, nu zit je grafische kaart dus weer helemaal in elkaar en het is dus weer tijd om hem in je computer te zetten en weer lekker een coole GPU te hebben. Oké, ik bedacht me nu eigenlijk om nu mijn outro te doen, maar toen bedacht ik me, ik heb helemaal nog niet uitgelegd waarom en wanneer je dit wil gaan doen. Je koelpasta vervangen wil je doen als je merkt dat je grafische kaart wat heter wordt. De meeste mensen die een behoorlijk grafische kaart in hun computer hebben, die overklokken hem ook. En in de overklokking software kun je ook meteen de temperatuur meten. Wanneer je dus merkt dat je grafische kaart wat heter wordt, kun je kijken of de koelpasta nog goed is. Op deze grafische kaart was de koelpasta nog vrij goed. Hij was nog vrij zacht. Maar goed, voor de video dacht ik, nou, ik vervang hem gewoon. Maar het kan ook zijn dat de koelpasta helemaal uithardt. Dit is vooral het geval als de grafische kaart al wat ouder is. Hij hoeft nog niet eens zo heel lang in jouw bezit te zijn. Jij hoeft hem bijvoorbeeld pas 2 jaar te hebben. Maar als de kaart toen al een jaar oud was, kan het zijn dat hij dus al een half jaar in de winkel heeft gelegen. Zeker als je bij een wat kleinere winkel gaat die wat minder verkoopt. Het kan dan dus het geval zijn dat de koelpasta uithardt. En een uitgeharde koelpasta die geleidt slechter hitte dan een zachte vloeibare koelpasta. Daarom is het dus goed om je koelpasta te vervangen wanneer dat nodig is. En met wat voor koelpasta je dat doet, maakt in principe niet zo heel veel uit. Er zijn heel veel koelpastas op de markt. Zoals ik al zei, ik heb een Arctic Silver 5. En hier zouden dus ook zilverdeeltjes in
moeten zitten. Het heeft ook een beetje een zilverige kleur. Er komen nu ook weer nieuwe koelpastas op de markt die vloeibaar zijn. Daar heb ik zoiets van, echt vloeibaar. Kijk, dit is natuurlijk zacht, maar die zijn echt vloeibaar, zeggen ze. Daar heb ik een beetje van, ja, dat wil ik eigenlijk niet gebruiken, want het is gewoon echt vloeibaar. Het is niet zo vloeibaar als water, maar het is wel een stuk vloeibaarder als standaard koelpasta. En er zijn bijvoorbeeld ook koelpasta's die echt heel veel koper erin hebben. Want koper glijdt weer beter als een standaard koelpasta. Dus als je koelpasta, als je koper door je koelpasta heen mengt, krijg je weer een betere hitteverplaatsing. Maar goed, ik weet er niet genoeg van en ik heb er nog niet mee geëxperimenteerd om te zeggen van, ja, koop zo'n koelpasta met koper erin. Ik zou zeggen, koop gewoon lekker zo'n standaard koelpasta als dat ik heb gedaan. En volg deze tutorial en dan krijg je weer een lekkere, coole grafische kaart. Mensen, ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken van deze video. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende. Ciao! We'll be right back.